Hoi, ik ben Lema. Ik studeer biomedische technologie aan de Hogeschool van Amsterdam. En vandaag neem ik een dagje mee en ga gelijk de meest gestelde vraag beantwoorden. Nou, ik studeerde hiervoor nog werktuigbouwkunde, maar ik vond het iets te technisch. En ik twijfelde tussen biomedische technologie of geneeskunde. Uiteindelijk heb ik voor BMT gekozen omdat en de techniek en de gezondheid combineert. Nou, dat vond ik onwijs leuk. En na deze opleiding kan ik nog alle kanten op. Nou, ik heb college, dus ik ga vandoor, pak mijn fiets en ik ga naar school toe. Nou, het was 10 minuutjes fietsen, maar ik ben op school aangekomen. Kijk, daar zijn mijn klasgenoten. Nou, je hebt ongeveer 6 werkcolleges per week. En bij zo'n werkcollege krijg je eerst een uur uitleg van de docent. En vervolgens krijg je 40 minuten tijd om aan de opdracht te werken samen met je groepje. Dit is mijn werkgroepje. Elke week komen wij bij elkaar om te werken aan het project. En dit is mijn docent Tom, hij legt even wat uit. Verder heb je ook nog een halve dag per week een practicum. Dat kan zowel in het lab zijn of bij het elektrotechnische werkplaats. Het kost best wel veel tijd, de voorbereiding van de werkcolleges en de practica. En al in al ben ik ongeveer zo'n 30 uur per week mee bezig. Het leukste vak vind ik anatomie en fysiologie. Ik vind het namelijk super interessant hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En de opdrachten die zijn allemaal verschillend en dat was super leuk. Wat ik een lastig vak vond was in het tweede blok kregen calculus en statistieken. Calculus kan je vergelijken met wiskunde B en statistiek met wiskunde A. Ik vond op de middelbare school al statistieken best wel lastig, want het was veel lezen. En ik ben zelf meer van de formules, dus meer van de calculus. In het eerste jaar heb je per blok één project, dus 4 projecten per jaar. Nou ja, het hangt samen met alle vakken die je dan op het blok hebt. Meestal zit je met 3 of 4 studenten en je wordt door de docent ingedeeld. Het leukste project was in het eerste blok. We moesten een elektronische sensor ontwikkelen. Nou, daar hadden we een valsensor van gemaakt. En die signaleerde dat iemand uit bed dreigt te vallen. Ja, in een groepje werken was best wel even wennen. Ik kom zelf van de HAVO af en ja, iedereen komt met verschillende persoonlijkheden. Dat botste wel eens tijdens samenwerken in zo'n groepje. Maar volgens mij hebben we uiteindelijk best een mooi product afgeleverd. En het was ontzettend leerzaam. Nou, ik heb een vraag voor mijn project. En hier is de docentenkamer. En daar is mijn docent. Hoi Helene. Ik heb wiskunde B op de HAVO gedaan. In het begin kwam best wel wiskunde voorbij die ik al had gehad. Alleen in de tweede helft van het jaar was het wel eventjes anders. Ik moest namelijk flink aan de bak. Gelukkig biedt de opleiding wel bijlessen aan die je kan volgen. Maar als je gewoon bijhoudt, vind ik persoonlijk goed te doen. Heb je nou geen wiskunde B op tenminste HAVO niveau, dan raadt de opleiding wel aan om een bijspijkcursus te volgen voordat je aan de opleiding begint. Ik weet nog niet echt wat ik wil gaan doen, maar gelukkig is de opleiding super breed, dus ik kan nog alle kanten op. Ja, je kunt in het ziekenhuis werken, je kan een eigen ontwerplab beginnen of een app ontwikkelen. Je kan bij techbedrijven werken aan medische innovaties. Ik zie mezelf niet echt in het lab staan, maar ik vind neurowetenschap echt mega interessant. Dus misschien dat ik daar wel een master in ga doen. Ja, zeker. Ik moet natuurlijk wel hard werken. School is een fulltime job. Tijdens toetsweek is het nog drukker, maar gelukkig heb ik gewoon tijd voor andere leuke dingen. Ik speel van kleins af aan piano. Vind ik heel fijn om te ontspannen. En verder geef ik bijles aan middelbare scholieren. En elke week gaan we met klasgenoten de kroeg in. Super gezellig. Nou, de dag zit erop. En nu gaan we samen al even wat drinken. Toch jongens? Yes! Zat jouw vragen niet bij? Geen zorgen. Je kunt je vragen ook op onze Instagram stellen. @Hogeschool van Amsterdam _tech.